tweede editie van de archeologiedagen van Meijer Rijstad gehouden. In de hoop dat het een traditie wordt. Archeologie is voor jonge mensen vaak met een waas van romantiek omgeven. En wordt door hen veelal gezien als schatgraven. Iedereen die in het geschiedenisonderwijs actief is geweest, zal ervaren hebben dat in de hogere klassen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de leerlingen aan je lippen hangen wanneer je met tastbare voorwerpen in de klas uitleg geeft over de prehistorie. De archeologische werkgroepen van Meijer Rijstad vinden het belangrijk het publiek bij de archeologie te betrekken. Fijn hier te staan. Ik werk dagelijks als bodemkundige bij Van Berkel, de Blauwe. Hier mooi vertegenwoordigd binnen gemeente Meijer Rijstad. En dat doen we Brabant breed. En voor mij is de bodem de waarde is wat mogen we ermee? En civiel technisch wat kunnen wij ermee? Maar zodra we iets vinden, stappen we op de rem. Werken we samen met archeologen en dan mogen wij even stilstaan en nadenken. En dan begint er eigenlijk een tijdreis. En ik voelde bij Marius zat er een beetje in verstopt. Mijn boodschap die ik eruit kon halen is, probeer het tijdreizen, wat bij iedereen natuurlijk, vooral bij de jeugd, wat fantastisch is om dat te mogen en te kunnen. Probeer ze daarvoor te enthousiasmeren. Dat doe ik dan weer als stadsdichter met taalbeleving, zien wij duizenden kinderen per jaar. En daar grijpen we elk mooi thema aan om juist kinderen bewust te maken van een omgeving, van de bodem. Want de omgeving is ook wat er onder ons zit. Het gedicht, er is ook een banner met het gedicht erop, dus die blijft deze dagen actief. Ik heb me gericht tot jullie, maar ook zeker tot de bolle akker al hier. Dus ik heb het gedicht opgeschreven om op die manier ook voor te dragen. Nee, dat brengt ook rust. Tijdreizen. Tijdreizen we hier door grondlagen. Op... Laat ze aan de cameraman zien. Kijk eens wat je gevonden hebt. Kijk eens. De eerste keer schatgraven. De eerste keer, meteen prijs. Nee, het was maar een heel klein piepje. Zoeken, hè? Goed hoor. Of je gaat naar binnen naar Marius, die doet al die munten schoonmaken. Als je goed kijkt, dan zie je dat de bovenlaag helemaal verbrokkeld is, zie je? En die munt heeft dus heel lang op de akker gelegen. En daar hebben ze mest op gereden elk jaar. En dan gaat de munt, dan kun je niet meer lezen wat erop staat op de munt. Maar wat ik ga doen, ik heb een plankje hier met een paar gaatjes erin en inkevingjes. En ik heb een stokje. En met deze twee dingen, door die te laten draaien in elkaar, krijgen we straks eerst een beetje rook. En daarna krijgen we een klein gloeiend kooltje. Dat kleine gloeiende kooltje, dat gaat in binnenbast. Allerlei dingen zijn mogelijk. Ik heb nu even wat binnenbast meegenomen. Daar maak ik een soort vogelnestje van. En dat vogelnestje, daar gaan we in blazen. Ik zal beginnen. En daarna, als ik uitgepuft ben, mag de wethouder het overnemen. En als het in één keer brandt, dan gaat het op de vuurschaal. En dan zal ik er nog wat hout bij doen. En dan...
welkom. Ik ben blij met zo'n grote opkomst. En ja, wat ik zojuist ook heb gehoord, en natuurlijk is het de voorbereiding, heel erg blij met zoveel vrijwilligers binnen mijn Rijstad, die zich toch bezighouden in dit geval met archeologie. Want toch, de vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Denk de vrijwilligers weg. En heel de maatschappij die gaat tot stilstand komen. Of het nu is op het gebied van archeologie, op het gebied van zeg maar hier het fietsen, of het gilden. Denk dat weg en we krijgen wel een hele arme maatschappij. Dus heel erg blij dat u er bent en blij dat u uw tijd en energie erin wil stoppen. Als mensen nou iets vinden, mogen ze het dan mee naar huis nemen zomaar? Ja, dat mag zeker. Het akker tegenover hier is vanmiddag ook iets bijzonders gevonden. Een Karolingische pot. Een potje, zeg maar een scherf, uit tijdverkaalde grootte. Dus daar kwamen die kinderen ook mee aan. Ja, dat moesten we voor Marius eens oplossen. Hè. Dat was ruilen tegen 2-1. En wat ben ik hier aan het maken? Ik ben schoenen aan het maken, middeleeuwse schoenen. Ik ben deze nu helemaal rond aan naaien. Deze heb ik net afgemaakt. En als die klaar is, dan ga ik de houten lees eruit halen. Dat is de mal. En dan ga ik ze omdraaien. Dus dan komt deze kant aan de binnenkant zitten, alle stiksels. Deze, omdat de stiksels dan minder snel sleten. En dan krijg je dus dit effect. Dat je aan de binnenkant de stiksels hebt. Eigenlijk een soort ballerina van vroeger. Wat ze ook wel eens deden, is dat ze een soort houten plank eronder hadden zitten. Met twee houten pootjes eronder. En dat ze daar dan op rondliepen. Zodat het straatvuil ook niet zo snel op de schoenen terecht kwam en zo. Dat werd ook wel eens gedaan. Dat deed je dan vooral de wat rijkere mensen. Draag je dit zelf ook? Ik heb het wel eens gedragen, ja. En ik zal eerlijk zijn, het comfort is niet zo heel hoog hoor. Je voelt wel elk steentje. Maar ja, als je gewoon goede wollen sokken aan hebt en wat stro erin stopt, dat scheelt altijd wel weer. Maar het is gewoon heel anders dan een moderne schoen. Het is niet te vergelijken. Nou zie ik hier wel wat gereedschap wat van deze tijd is, maar ook van vroeger. Gebruik je dat ook? Op het moment niet. Ik ben wel van plan om dat te ontwikkelen, dat ik dat wel kan gebruiken. Het lijkt me wel heel leuk. Om wat oudere messen en gereedschap te maken. Op dit moment heb ik inderdaad alleen moderne priemen. Maar het lijkt me ook leuk om ze dus van bot te proberen te maken. Haar zit trekken. Ja, klaar, we hebben het opgezocht. Haar zit in de wind.
Nee, jij moet vertellen. Wat ben ik aan het doen hier op de archeologiedagen? Nou, ik ben imker. Ik heb bijen. En ik denk dat misschien wel 15 jaar geleden is dat er in Boekel een oude man zei... ik doe nog bijenkorven vlechten. Maar die man was toen al bijna 90. En dat is een ambacht, zegt hij, dat eigenlijk verloren gaat. Ik denk, oh, dat vind ik jammer. En daar heb ik eigenlijk het bijenkorven vlechten van geleerd. En ja, we vlechten met... vroeger vlochten mensen met al, met stro, met ook met willige tenen. Kijk, ik gebruik nu rotan. Maar vroeger deden ze dat met willige tenen, die splitsten ze dan. En die maakten ze dan vlak. Maar ook met bramen, peut noemden ze dat. Dus eigenlijk gebruikten ze vroeger alle materialen die rondom de boerderij voorhanden waren. Dat geldt ook voor willig. Hè? Willig Anita, daar kom je daar ook wel bij. Maar willig is ook zo'n product rondom het huis. Niet verder van huis af. Dus ik heb ik nog altijd. Ik vlecht het begin met zilvergras. Dat zilvergras heel fijn is. Daar kun je fijner mee vlechten. En dan als ik op een gegeven moment de rondes voor het groot genoeg zijn, dan gebruik ik punt. Puntgras noemen ze. Pijpenstrootje noemen ze sommige mensen ook wel. Ja, en daar ga ik dan mee verder. Maar dat kan ook met stro, met ja, in ieder geval als het maar lange vezels zijn. En dan kunnen we dan mee vlechten. Deze heb ik weer gezien. Daar heb ik alleen maar een afbeelding. In Afrika hebben ze die ook. Maar daar kunnen ze... En dat heb ik meer weer zelf nagemaakt. Die gaan twee helften. Die vliegen die bijen van de onderkant in. Hier is dus de broedkamer. Maar een bij bouwt altijd naar boven. En boven is de honingopslag. Nou, die in Afrika die hebben dat zo gemaakt dat ze die op deze manier die bovenkant af kunnen pakken. Nou, dan denk ik, oh, dat moet ik dan ook even... Maar ik heb hem alleen op een afbeelding gezien, dus... En dan kunnen ze eraf pakken, laten ze hier onder het broednest laten ze dan intact. En dan halen ze dit eraf en dan kunnen ze gemakkelijker de honing uithalen. Heel efficiënt, moet ik zeggen. Ja, die bijen zijn nog zo gek niet. Ah. Goedemorgen. Ja, we zijn net bij jouw buurman geweest. Ja. En die vlecht hele mooie bijenkorven. Maar jij bent met iets... Ja, ik heb iets anders, ander materiaal. Willige manden. Met willighout. En nou ben ik even een hulpstukje aan het maken. Mijn tafeltje, zo gezegd. En dan sla ik, als ik de ruimte van jou mag, sla ik mijn mand eventjes op vast. Zodat ik een tafel heb waar ik dadelijk mooi kan draaien. En dan kan ik eigenlijk heel makkelijk gewoon lekker werken. Wat we net aan het doen waren, toen jullie bij mijn buurman waren. Toen heb ik een randje naast de bodem gelegd wat zwaarder is. Maar vanaf nu kan ik gewoon lekker de hele morgen weven en allerlei technieken gebruiken om een mand te gaan maken. Om de hoogte te gaan maken van een mand. En het wordt een hele gekke mand deze keer met... Een paar stokken erin nog. Is dat voor de versiering of voor de stevigheid? Ja, nee, dat is... Ja, het is natuurlijk ook stevig, hè. Dat zijn hele dikke jongens natuurlijk, hè. Als hij wil. Dan gaan we ergens dadelijk in de mand zetten. En dat nemen we mee tijdens het vlechten. En dan krijgen we... Als we er nog een hengsel op zetten... Krijgen we... Ja, een asymmetrische mand. Weer een variatie op... Ja, de gewone aardappelmand. Die... En dat verzinnen dan zelf. Dat zijn gewoon kunstwerkjes. Aardappels in doen of appeltjes in doen. Het is maar net wat je wil, hè. We hebben mandjes. Ik ga er net bij, maar... Die we in de boom hangen onder een pergola met vetbollen erin voor de vogels. Maar in het groot zetten we die neer en hebben we een plantensteun.
Het leuke is van het wilgetenen vlechten dat het zo divers is. Je maakt je traditionele manden van vroeger, maar ja, je kunt er ook creatieve speelse objecten mee maken. Bloemen, vlechten mooie bloemen, een paar bloemen die zet je ergens aan in de tuin, maar ook in een vaas. En je hebt je eigen bloemen gemaakt. Ontstaat zo'n creatie dan tijdens het vlechten of ga je van tevoren over nadenken? Je bent wel van tevoren daarover nadenken. Wat wel is met de mand. Stel nu, ik begin dadelijk daaraan en ik krijg een idee van, oh, ik kan er dit of dat nog mee. He, of recht omhoog, of een buik geven, of naar buiten vlechten. Dat kan ik tijdens het vlechten nog veranderen. Maar ja, je kunt als je iets met een bodem hebt, ja, daar kun je geen bodemloze mand meer van maken, want die bodem zit erin. Dus ik wil zeggen, maar je kunt natuurlijk van alles. Ik kan vlechten en als iemand zegt, ik wil dit met de strik daarboven, met allemaal dennenappels erin bij de voordeur zetten. Nou, wat doe ik dan? Dan vlecht ik een stuk, een basis. We hebben die staanders toch. We doen daar een mooie strop omheen en hij kan bij je voordeur staan. En dan wordt het niet die asymmetrische mand. Dus als jij zegt, van Anita, maak me dit vandaag. Dus op bestelling. Bestelling is alles mogelijk. Kan je ons vertellen hoe aan al die oude materialen komt die hier liggen? Die heb ik allemaal uit de rivieren, kanalen, grachten uitgehaald. En hoe doe je dat? Je gaat er niet duiken of zo? Nee, dat doe ik met een magneet. En je ziet hier eentje liggen. Kijk, dit is een magneet. En daar haal ik alle oud ijs mee uit water. Maar dit is een van de kleinste. Dit is van 120 kilo, maar ik heb thuis inmiddels van 400 kilo. Dus daar haal ik iets meer en wat grote dingen uit. Dus. En hoe gaat het dan in zijn werk? Sta je dan op een brug of aan de waterkant? Of? Nou, meestal ik sta liever op het brug, want dan gooi ik makkelijk uit en dan haal ik ook makkelijk weer uit water. Dus liefst langs de brug of ooit langs de kamer, maar liefst op het brug. Nou, als ik je dan een tip kan geven, dan kun je beter een keer naar Amsterdam gaan. Nou, Amsterdam, daar ga je liefst graag naartoe, want daar vang je altijd iets. Je hebt altijd iets dat mag niet zitten. Dus ja. Nou, heb ik onlangs gehoord dat daar een hele hoop magneetvissers waren geweest in Nederland. Was je er ook bij? Ja, ik was erbij. Dat was in Amsterdam. Dat was voor een goed doel. Ze hebben aan de magneetvis gevraagd of dan die dag met z'n allen naar Amsterdam kunnen komen. Om magneetvissen voor een baby die was 5 maanden oud. Die had hersentumor. En we waren met 100 man bij elkaar komen daar in Amsterdam. En hebben iets van totaal 10.000 kilo ijs opgehaald. En de opbrengst was €3.000. Dus dat is een mooi bedrag voor de kankerbestrijding. Henk's Museum. Ja. Ja, ik heb thuis een hele tuin vol mijn schatten. Dus, ja. Leuke dingen bewaar ik en de rest gaat gewoon oud ijsboertje of gaat afval. Ben je dan alleen of heb je met meerdere mensen? Nou, meestal gaat Willemien mee, mijn vrouw dan, die gaat mee dan. En ooit heb ik hulp nodig, want ooit zit een magneet zo vast dat ik niet alleen omhoog kan trekken. En dan vraag ik een hulp bij en weer met samen uittrekken. Ik meen, een week of 4, 5 geleden zag ik op de brug in Erp, zag ik op plotseling een oude fiets staan. Dat was niet voor mij. Nee, want er zijn meer magneetvissers. Dus, maar ik adviseer altijd als er iets uitgaat, altijd meenemen. Dus niks achterlaten. Dus, ja. En hoe vaak ben je daarmee bezig? Nou, toch wel een paar keer per maand. Dus, ja. Dus hier ligt
Hier ligt wat gereedschap, die komt uit de haven van Veghel. Ja, meestal ja, of zijn ze aan de brug of aan de schippen werken en dan laten ze water vallen, ja, dan zijn ze gereedschap kwijt. Hè. Dus, ja. Dus dit zijn wel de bijzondere, mooiere dingen die je opgevist hebt? Mooie dingen, ja. Ja. En ik heb hier, die komt uit de Tweede Wereldoorlog, en dit zijn de schildjes van hulpdiensten. Die heeft op het arm zitten en dan kunnen mensen herkennen welke mensen dat zijn. En die komt uit Amsterdam. Dus dat zijn leuke dingen. Die komen allemaal uit de Tweede Wereldoorlog, ja. Oké, maar ik zie ook dat je nog wel documentatie, dat maak je zelf of Willemien? Ja. Nee, dat maak ik gewoon zelf. Wat ik meegemaakt heb, dan maak ik gewoon boekwerk van. En waar ik ook overal geweest ben of iets bijzonders uitgehaald heb. Dan maak ik gewoon een boekwerk van. Ja. Heb je enig idee hoeveel magneetvissers er in Nederland zijn? Nee, ik zou niet weten, maar ik denk wel heel veel. Ja. Maar je bent er al heel lang mee bezig, hè? Ik ben al ruim 10 jaar bezig, ja. Dus, en ik blijf gewoon doen zolang dat kan. Dus, ja. Wel een paar duizend kilo omhoog gehaald al? Heel wat tientallen kilo's uitgehaald, ja zeker, ja. Ja. Diederik, we hebben jou gisteren vuur zien maken, wat heel mooi ging samen met de wethouder. En wat ben je nou aan het doen? Eigenlijk zit ik hier vooral daarvoor. Dat zijn twee huiden, die heb ik zacht gemaakt. En dat is een vetlooiing. En een vetlooiing moet je altijd afsluiten met roken, anders dan kan die weer hard worden als die één keer nat geweest is. Dus daarom zit er een gat hier in de grond, van een centimeter of 40, 50 diep. Met wat groeiende kolen en brokken bruinrot, die liggen daarnaast. Ik weet niet of de camera dat vangt, maar brokken bruinrot die smeulen, maar die geven niet veel hitte. Ze branden ook niet zo snel. Maar ik moet er wel voor zorgen dat het niet gaat branden. Want als het te heet wordt, dan gaat mijn huid kapot. Hè? Dan schrompelt die zo samen, dat moet ik niet hebben. Dus ik zit hiernaast dat te bewaken. En verder ben ik dus bezig, terwijl ik toch bezig, daarop daarnaast zit, ben ik bezig om een deken te maken van lindbastvezel. Dus lindenbast kennen we als materiaal uit de prehistorie. En de twijntechniek, waarbij je dus eigenlijk touw maakt, maar tussen iedere slag van het touw een bundel vezels vangt, die kennen we van Schipluiden onder andere. Dat is een bekende prehistorisch bewezen techniek. Dus nou ja, het idee van zo'n mantel van boombast is gebaseerd op Amerikaanse Indianen, Noordwest, dus Canadese Indianen eigenlijk. Dus het zijn dus gewoon van lindenbomen? Ja. Precies, ja, dus je haalt in de lente, eind lente haal je de stroken bast van de boom. Natuurlijk alleen bij bomen die toch doodgaan of gekapt worden, want de boom gaat dood. En dan kun je de bast laten rotten. En als je hem 4 weken laat rotten, krijg je dit soort harde vezels. Die gebruik ik als bindmateriaal om de twijnbinding mee te doen. Maar als je ze 2 weken laat rotten en daarna mooi gaat kloppen, dan krijg je deze hele zachte, pluizige, warme vezeltjes. En die kun je dus bij elkaar twijnbinden. En dan kun je dus kleding maken. Dus het is een zelf uitgedacht procedé. En geen enkel bewijs dat dit ooit in Nederland geweest is. Maar het is vrij logisch. Maar het is gewoon, het materiaal klopt, hè, archeologisch. En de techniek klopt. En dan kun je in welke vorm je dat giet, ja, dat zullen we nooit weten. Want het rolt altijd weg. Dus dit is gewoon een optie. Wat voor gereedschap gebruik je ervoor? Nou, alleen maar een priemetje van bot. Dat is alles. En af en toe een stenen mesje om iets door te snijden. Maar je hebt daar bijna niks voor nodig. Dit is dat touw? Of wat is dat, sisal? Eigenlijk, dit is allemaal lindenbast. Hè. Dus die vezels, deze vezels, die gebruik ik om eigenlijk touw te twijnen. En tussen iedere slag van dat touw vang ik een bundeltje vezels. Dus doe het anders wel even voor. Ja, zal ik het doen? Ja? Langzaam. Hier heb je dus een bundel van die vezels. Daar gebruik ik de prima even voor om hem op te lichten. Hier zo. En dan haal ik dus de ene helft van de vezels, die haal ik erachter langs. En dan draai ik dat achterste groepje naar achteren. En die voorste pak ik erbij en draai ik een slag om elkaar heen. En dan heb ik eigenlijk dus een slag touw gemaakt. Ja, de camera kan dat vast niet zien met mijn vingers ervoor, maar kun je het zien? Dus nu heb je een slagje gemaakt hier. Dus nu zit deze bundel weer vast aan deze bundel. En omdat de vezels lopen in deze richting, dus dat is supersterk. En het touw feitelijk, dat loopt horizontaal. Dus het is één stevig geheel zo. Alleen dit touw moet niet breken natuurlijk, want dan gaat het rafelen. Maar dat kun je dan weer repareren. En waar ga je dit nu voor gebruiken? Ja, kleding. Want ik vind dus eigenlijk dit soort leren kleding vind ik heel gek. He, we wonen in een land waar het in principe heel veel regent. En al dat leer, als het één keer nat is, duurt het eindeloos voordat het droog is. Nou, niet eindeloos, maar het duurt een hele poos voordat het droog is. Dus dit is eigenlijk veel logischer.
Wat dus die Kwakkejoetel en de Haida en zo, hè, die volkeren aan de westkust van Canada, wat die deden, die vetten het ook in. Ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar deze vezels hier zijn veel donkerder gelig dan dit. Is meer wittig. Dit heb ik ingeolied. Ik wou eens even kijken wat er dan gebeurt. Als dit nou straks in de regen komt, wordt het ook door en door nat? Of is het, parelt het ook wel een soort van af? Het is natuurlijk niet waterdicht, hè, want op iedere plek waar je slagen maakt, er zit een gaatje. Maar het zou toch wel flink beschuttend zijn, denk ik. En ja, ik heb het al vaak, jij mag ook wel eens voelen. Het is heel warm daarbinnen. Ja, dat doe ik ook. Ja. Het is heel lekker warm daarbinnen. Dus het isoleert heel goed. Ja, precies. En het, ja, ik denk dat het ook redelijk snel droogt als het één keer nat is. Maar dat moet ik allemaal nog ervaren. Dus dat een beetje het experimenteren. Ja, precies. Ja, ja. Maar dit is een project al van jaren, hoor. Iedere keer doe ik stukjes, want nou ja. Waar haal jij je inspiratie uit? Veel antropologische literatuur en archeologische literatuur natuurlijk. Ideeën van mensen. Ja. Ja, dit komt echt uit het boek Cedar van Hillary Stewart. Dat is een hele goede ethno-archeologe. En die heeft die hele cultuur van die Westkust heel mooi beschreven. Alle houtsnijkunst en boombast. En, ja. Dus je houdt je vooral bezig met de cultuur die mensen daar hadden. Maar niet met de overlevingstechnieken? Ook, ja, vind ik allemaal leuk, hoor. Ik bedoel, het vissen is ook leuk en het maken van vuur. En, ja. Nee, omdat we nu hier wel dit zien, maar iets verderop zien we nogal wat dierenhuiden hangen. Ja, je hebt ook qua jacht, bedoel je? Ja, nee, vind ik ook interessant. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb ook een aantal keer gejaagd met mijn zelfgemaakte pijl en boog in Amerika dan, hè, waar het mag, met een vergunning. Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja, dat moet je allemaal meegemaakt hebben om hier iets over te kunnen zeggen, denk ik. Ja. Een aantal dingen zijn replica's, een aantal andere dingen zijn reconstructies, omdat het niet helemaal compleet gevonden is. En een heleboel dingen zijn, nou, zoals deze deken bijvoorbeeld ook, gedeeltelijk archeologisch en gedeeltelijk antropologisch geïnspireerd. En we willen gewoon mensen vertellen over materialen, technieken, werktuigen. Nou, het leuke is dat al die dingen die er waren, die werkten natuurlijk, anders waren ze niet geweest. Maar heel veel mensen hebben geen idee dat een stenen mes kan snijden of dat je met een bijl van bot kunt hakken en al dat soort dingen. En nou ja, dat willen we een beetje delen. Nou ja, al zou je alleen al bereiken dat mensen wat meer naar de natuur kijken en opletten wat ze gebruiken, dan heb je al een hoop gewonnen. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar gewoon het hele concept. Wie weet nou dat je kleren kan maken van boombast, bijvoorbeeld. Of dat de stenen werktuigen zo verrekt scherp zijn. Weet je, dat zijn allemaal dingen. En je zult het misschien nooit nodig hebben in je leven. Maar gewoon te weten dat in je omgeving aanwezig is, is gewoon mooi. Vind ik. Het brengt je dichter bij de plek waar je woont. En voor jullie nog alle twee een strandbal. Ja. Nou, wat hebben wij een leuke dag gehad.